Risotto met groene asperge, truffeljus en rode pom. Truffeljus? Jus. Jus? Jus. En geen olie? Nee, jus. Mijn zus zegt altijd jus. Dus, het ziet er ook waterigachtig uit. Dus. Wil je het eens vragen of dat ze er truffelolie bij doet? Oké, ik ga het vragen. Smakelijk, alvast. Tum. Ja, want ik haat. En ik ben straks rook ik al zo. Ik haat truffelolie. Olie, ja. Zuster? Zit er ook olie in die truffeljus? Ja. Truffelolie ook. Ja, omdat ik toch altijd truffeljus moet zeggen. Ja, dat is goed. Ik vraag zo jus. Ja, dat is gewoon een keer bouillon, maar dat is gewoon saus. Oké. Ça va. Er zit ook truffelolie in. Waarom? Doe dat weg, smet dat weg. Dat maakt alles kapot. Ik heb dat van hier al geroken. Sorry. Echt gekocht, zo goed. Verse producten, risotto, dat is allemaal vers. En dan doe je daar truffelolie in. Voor mij is dat het ergste. Ik denk dat ze het echt niet graag heeft. Nee, precies. Nee, ik denk het ook niet. Nee, is goed. Zal het aan de keuken. Nee. Dat is zo, juist zo de kijk op dat flesje. Ja, dat is bijna nooit nul echt truffel. Ja, nee, dat weet 0,0. Ja. Smet dat weg. Weg ermee. Okay. Het zal veel beter, maar het zal veel beter zijn, hè? Echt waar. Ja, het is goed, maar dat moet weg. Is goed. Toch smakelijk? Dank je. Ik vond haar wel heel kritisch, hè? Ik denk dat ze wel zo'n beetje... Vooral met die truffel. Die schreeuwde echt. Ja, iedereen keek ineens. Ik vond er echt zo oké. Ik hoorde ook best wel truffel. Wat zei? Nee! Gelukkig zit er in de tomatenconsommé geen truffelolie. Smakelijk, hè? Oh, dat is gewoon echt het van de tomaat dat je wilt proeven. Hè. Ja, dat is keilijk in die consommé. En nog die ombretje voor dat moment. Zalig, hè? En dan die ajaar, dat shallotje erbij. Ik zou het elke dag kunnen eten. Bekijk nu onze volledige aflevering online en ontdek nog meer programma's. VTM, je beleeft het hier. 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 En hier.